zeer goeie middag iedereen. Welkom bij Bonstar. Het is echt wel mooi weer vandaag buiten. Het is schitterend van hoe mooi weer het kan zijn in het leven. Echt wel mooi weer. Zo. Echt wel mooi weer. Ik hou van mooi weer, namelijk. Hè. Dus ik heb al een video opgenomen, daarnet nog even live geweest. Het was wel leuk eigenlijk. Je ziet hoe meer mensen u kennen eigenlijk. Meer en meer op TikTok. Ik ben er eigenlijk al van. Ik krijg natuurlijk nog altijd heel veel haat. Maar ja. Die haat die doet me eigenlijk gewoon echt niks. Dus ik trek me dat ook niet aan. Eigenlijk op zich. Ik zeg het, het doet me helemaal niks. Dat haat, laat ze me komen eigenlijk. Ik wil eigenlijk eens met de bellen voor de coiffeur. Maar de coiffeur zal nu niet meer zitten, denk ik. Want ik ben nog naar de kapper en dan maken we voor donderdag zo'n afspraak. En donderdag kan ik niet, al die agent. Vrijdag dan. Eens even kijken. Eens luisteren. Wat allemaal zit. Ik kan zeggen, hallo met Sil. Hallo, het is met Sil Pollard. Ik vroeg me af wanneer ik mijn haar zou mogen laten komen doen. Deze week is van mijn part goed, maar ik, welke dagen kan het precies? Vrijdag kan ik wel, een hele dag. Dat is goed. Ja. Ja, het is gewoon voor te scheren eigenlijk, dus. Ja, dat is goed. Ja, hallo. Het is gewoon voor te scheren eigenlijk zo en ja, ik vroeg wat dat kon eigenlijk vrijdag of zo. Ja, zo lijkt altijd zo, like, de zijkantjes, de achterkant en zo. Ja, het is mij gelijk wanneer het kan voor u, maar ik, op donderdag ben ik niet vrij in ieder geval. Ja, dat is mij goed. Ja, dat is voor mijn part oké. Okay. Ja, dat is goed. Dankjewel. Tot ziens. Eventjes, ja, dat zijn al oude mensen, dus je moet verstaan. Het is niet zo gemakkelijk, dus... vrijdag zijn we de hoeveelste. Dus daarom, 26e. En 15. De koffer. Dan gaat mijn kopje eraf. Eindelijk. Dus een schreus.
eindelijk. Weet je wat dat is? Want het is even verstreden om je haar zo te zien. Dat is, echt, kijk, dat is mijn haar momenteel. Mensen zien dat niet altijd wat het momenteel is, maar ik krijg alles naar daar. Ik ben wel blij dat ik de vrijdag nog afvoer. Dat is gek. Ik zie jullie mee. Het is eraf gepoken. Het is echt een spook. Spookt ie! Spookjes. Ik ben helemaal aan het spoken. Dan zijn we weer wat van die sketch aan het maken. Van, mijn mama weet wel. Dat zijn we nu aan het doen. Dus, ja, het lukt wel. Maar ik ga je even meenemen met de sketch. Het is echt niet gemakkelijk om je overal te zetten. Kijkertjes allemaal, het is weer hier, ben ik weer. Ik heb weer van alles gedaan, gekozen, je kent het allemaal wel. Jullie zullen maar zo, maar zo, maar zo helemaal gezien hebben dat mijn zoon het is niet gedaan heeft voor K3. Nou was ik aan het denken, en als hij ook zo populair is geworden, waarom ik het niet? Dus ik dacht, ik doe het ook gewoon even. Ik doe een jurk aan. En ik ga hem steunen. En dit zouden we allemaal maar zo moeten doen om hem te steunen. Allemaal een jurk aan doen en een video posten. Zodat er niet meer wordt uitgelachen. Want dat vind ik niet schoon van ouder allemaal. Zo taal niet. Dus ik ga nou zingen. Zo van, oh ja Lili, ik voel me plots weer zo. Oh ja Lili, doe het nog een keer zo. Oh ja Lili, zing met ons mee. Oh ja, oh jee, oh ja, Lili. Ja, dat is zo, dat is wat de sketch, hè, die ik opneem. Oh ja, Lili, ik voel me plots weer zo. Oh ja, Lili, doe het nog een keer zo. Oh ja, Lili, zing met ons mee. Oh ja. Toen viel de dingen naar. Oké, eens kijken of dat we die. Dat was vorige keer ook zo, zei hij dat dat viel. Dat is nu weer zo. Zo. Ik weet niet of je maar nog een beetje ziet. Nee, nu zien we niet meer. Dus dat zijn van die sketsen die ik soms opneem. Ik ga het hier opzetten. Voilà. Dan kunnen jullie meekijken. Nu naar beneden, want ja, dat is wel wat ik heb genoeg. Ik kan dit wel even uitdoen. Dus, en dan kunnen we nog een sketch opnemen eigenlijk. Zo, voilà. Dus we hebben een paar dingen opgenomen. We gaan een paar weken verder gaan met alles opnemen.
Dus we moeten de gsm nog niet pakken. Dan gaan we eten. Gsm, maar zo gsm. Kijk, dat is zoals je de gsm dan moet hebben, dat je niet weet waar die ligt. Ik heb dat al vaker hoor. Ik heb die net nog gehad, de gsm. Zo zit ik in elkaar. Hè. Ik kan ze echt zo 5 minuten kwijt spelen. Langer dan 5 minuten zelfs. Zo. Zo, we gaan naar beneden, mensen. We gaan naar beneden. Het was echt een leuke dag. Ik heb nu een duet gemaakt met mezelf. Dus, dat vind ik wel grappig, eigenlijk. Een duetje met mezelf. Dat moet je kennen, hè. Zo, ik ben hier. Dan gaan we het eten in de microfoon zetten. Dan gaan we ook nog naar Stijn bellen. En op live is de... Zo zie je, ik zit hier helemaal live in deze livestream. Doe ik op de gsm, maar die kan ik niet filmen, want ja, dan weten de mensen, alleen dan komen de mensen in beeld. Dus dit is het eigenlijk, hoe dat het eruit ziet voor de mensen. Hier loopt ook wat stof rond. Een beetje rond eigenlijk. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.